Welkom bij Omroep Scheveningen met het programma Nieuw Haags Politiek Geluid. Ik ben Jimmy Jongens, lijsttrekker van NIDA. Mijn naam is Joy Winderaban, lijsttrekker van de nieuwe politieke partij Samen 070. Ja, goeiedag. Mijn naam is Wander Katshoek van de nieuwe politieke partij Dynamo Den Haag. Nou, mijn naam is Gilberto Morijan. Ik ben de lijsttrekker van Bond voor Studenten Actie. In deze aflevering armoede en sociale cohesie. Wanneer het gaat over de aanpak van de armoede in Den Haag, willen wij investeren in de komst van een Haagse Academy voor ondernemersvaardigheden en de oprichting van een broodfonds voor 40.000 ZZP'ers. Wanneer het gaat over de sociale cohesie in onze stad, willen wij investeren in de komst van 70 verbindingsofficieren voor de komende 4 jaar. Ja, we willen dat er niemand hier in schrijnende armoede zou moeten leven. En we willen graag dat er wat meer samenhang en verbinding komt tussen de bevolking van Den Haag. Nou, we willen rolmodellen stimuleren en bekrachtigen om hun werk beter te kunnen doen. Wij willen de fragmentatie in Den Haag tegenvechten door lokale initiatieven te steunen die mensen samenbrengt. En we willen ook jongeren helpen met de schuld. Want ja, de studieschuld is best wel hoog nu. Dus dat willen we ook. En daarbinnen willen we ook een verschil maken. Ja, een wijkgerichte aanpak wat ook gericht is op meerdere leefgebieden. Dus niet enkel met werk bezig zijn, maar ook bijvoorbeeld met schuldhulpverlening. Soms met geestelijke gezondheid. Wat we zien dat met armoede meerdere problemen tegelijkertijd ontstaan. Dus het helpt niet meer om specifiek op één probleem te richten, maar je zal je op de verschillende probleemgebieden moeten gaan richten. Ja, als dan Samen 070 ligt, dan denken we dat ondernemerschap aanmoedigen een hele belangrijke kwaliteit is om uit die armoede te komen. Dat is één. Dus wij komen met een Haagse Academy voor ondernemersvaardigheden om echte ondernemers af te leveren. En we vinden het ook belangrijk dat er een broodfonds komt in Den Haag voor 40.000 ZZP'ers. Kijkend naar die sociale cohesie willen we investeren in 70 verbindingsofficieren in Den Haag. Het gaat om mensen die de stad kennen en die kijken naar sociale en economische verbinding. Op die manier geven we invulling aan de sociale cohesie in Den Haag. Nou, kijk, het is wel een interessante situatie, want er bestaan wel al heel veel dingen, schuldhulpmaatje van. Er zijn heel veel organisaties die dat doen, maar de toegankelijkheid van dat is altijd heel een grote afstand, zoals je zei. Dus om die afstand tegen te vechten, moeten we ook gewoon normale mensen binnen die buurt bekrachtigen om dat te doen. Trainingen geven aan gewoon, niet alleen maar aan jongere werkers, maar ook gewoon aan jongeren. Aan jonge mensen die misschien op school zitten, die misschien in de mbo zitten, gewoon een soort van study buddy creëren. Wat voor ons heel erg belangrijk is, is perspectief bieden. Oftewel mensen financieel zelfredzaam, maar ook financieel wijzer maken. Dus hoe ga ik om met financiën? Dus vooral op het preventieve en niet alleen maar op het oplossen van problemen, maar ook vooral op het voorkomen van problemen. Plan om de armoede aan te pakken. Nou, wat ik zelf onbestaanbaar vind is dat er in Den Haag echt nog mensen op straat moeten leven of te weinig eten hebben. Dus we moeten echt kijken naar die absolute onderkant van hoe zijn die mensen geholpen? Hoe kunnen we aan hun basisvoorwaarden voorzien? Zijn er ook mensen bij die arm zijn en die bijvoorbeeld nu niet werken en die zouden kunnen dan wel willen werken? Hoe kunnen we dat als gemeente faciliteren? In de volgende aflevering jongeren en ouderenwerkeloosheid.